Hello, guys. I'm sorry, this is not an English video. But yeah, this is just something quick. Okay, jongens, we gaan de aflevering zo te starten officieel. Maar wel voor nu. Ja, dat wil ik echt zien. En horen, bedoel ik. Oké, dus ik heb een gesprek met Mika. Ik was aan het eten. Ik heb nooit een tijd gezegd van hoe laat ik zou komen. Hij zegt 7:30, dus 7:30. En hij start met me bellen. Volgens mij om 1903 of 1925 of zo. Ik denk trouwens 1932, want daar is twee keer gebeld. Toen zei hij, hey, waarom? Dan 1933 gebeld. Dan bro, tel. En dan weer gebeld, bro. Dan weer gebeld. En dan zeg ik, waarom spam jij? Antwoord. Dat was een minuut later dat ik zei antwoord. Toen zei hij, omdat je zei dat je komt. Hoe laat zou ik komen? Heb ik niet gezegd. En toen zegt hij 7:30. En toen zei ik stop met liegen. En dan zegt hij I don't lieg. En dan zeg ik, ik was aan het eten. Dus nooit dat ik een tijd kon zeggen. Zegt hij, zet op video. Dus reageer. Sure, kom gamen. Daarna post ik alles. Zeg ik nu. Hij zei trouwens, het staat op video, dus reageer. Bro, ik weet 100% zeker dat het niet op dat ik het niet heb gezegd. Dus. Ik zweer je, zei het. Zweer op wat? Op mijn hele. Op de hele. Mijn PlayStation. Oh, oké. Oké. Volgende keer als ik je zie, wil ik dan je PlayStation, oké? Als ik gelijk heb. Oké. Ja, deal? Mhm. Oké, sure. Ben ik net gejoind, GTA, kan ik weer eruit gaan. Ja. Oh ja, en ik heb een microfoon. Oh, chill. Dan... Maar je ouder, jij hebt geen... Wel, ik ben bij mijn moeder, hè. Oh ja. Dus, wil je een party? Ja. Oké, wacht. Ik join je eerst even in een paar... Ben je al online? Want dan ik ben online. Ik invite je voor mijn party, oké? Ja. Je zit toch niet op YouTube? Je zit toch Egan J YouTube? Nee, ga even op mijne. Nou, ik heb je al geïnvoerd. Nee, maar je... Doe gewoon. Ah. Volume, ja, het volume staat goed. Ik heb je niet gedempt. Hallo. Hoe zorg ik dat ik hem... Hij geeft het niet. Hoe doe ik dat? Maar hij geeft het niet. Wacht, cardio. Ik ga even kijken. Ja, ik ga zo meteen... Oké, dan ga ik er alvast in. Nee. Te laat. Wat een toestand. Oké. Hallo? Nee, je kan me niet horen. Nee. Wat heb jij voor settings? Misschien ligt het daaraan. Ja... Er zijn heel veel plekjes volgens mij waar je settings moet veranderen. Chat audio. Party. Nee.
creamy. Ik weet niet waar dat staat. Waar moet ik het doen dan? Ja, bij settings op heel veel plekken, maar ik heb alles gedaan. En uiteindelijk, later kwam ik erachter dat ik bij mijn vader natuurlijk ook moest doen. Toen heb ik bij mijn vader gedaan. En ja, nu weet ik niet meer waar alles moest doen. Nee, soms, fuck. Ik heb het die andere keer ook gedaan. Oh nee. Ja, dan kan jij het dus wel. Kan je me nu horen? Ja, daar. Nee, ook niet. Voor SharePlay. Oh. Kan je me nu horen? SharePlay is wat anders, hè? Wat dan? SharePlay is als je in een party zit en dan ga je je scherm delen. Moet die op hoog? SharePlay? Ja. Nee, SharePlay boeit niks. Dat is als jij wilt kijken wat ik aan het doen ben. Mijn beeld zien. Oh. Gewoon videobellen eigenlijk. Toestaan omdat je stem wordt gedeeld. Selecteer altijd je toestaan om stem uit te nemen. Videoclips. Toestaan. Kan je me nu, hoor je me nu dubbel? Nee, ik hoor helemaal niet. Ja, maar toch wel via de telefoon. Oké. Okay. Ik heb nog een koptelefoon. Laat maar, die heb ik niet mee. Kan je me nu horen? Nee. Chat audio. Game chat of party chat? Party chat. Kan je me dan nu horen? Wacht, had je dat nog niet gedaan? Nee. Oké, wacht. Probeer eens. Wat? Te praten. Hallo, hallo. Wacht, daar zet ik hem even. Ik hoor je niet. Zal je me horen? Ik hoor je niet. Ja, dat moet. Ja, dat staat er. Het staat op open party, maakt het uit? Nee. Hoi joh. Wat? Wordt even geschreeuwd. Wow, ik hoorde je. Ik hoorde je. Nou, ik hoorde. Nee, nu niet meer. Ik hoorde ineens. Scherm.
Moet je indrukken om te praten of niet? Praat eens. Nee. Wat? Hoe hoorde je me dan? Ik hoorde gewoon. En mijn ding. Ja. Nee. En nu? Kan je me nu horen? Nee. Hallo? Je valt weg. Denk, ik weet het eigenlijk niet. Ik hoor je weer. Wacht even. Wacht, misschien kan ik hier doen. Als het niet. Nee, ik ga gewoon proberen. Trouwens, wacht. Wat? Waarom sta jij er niet bij? Bij wat? Als ik zoek op your game, friends, dan sta jij er niet bij. Ik weet niet. Heb je online friends of nee, gewoon iedereen? Joinen. Ik kan je wel joinen, denk ik. Oh, wel? Ik denk. Ja, ik kan je gewoon joinen. Ik denk het niet. Ja, ik ben nu aan het joinen. Oké. Hoezo? Ja, je mag hem nu ook wel starten, maar nu moeten we nog even openleggen. Oh, ja, ik was eigenlijk al gestart met de video. Ja. Nou, hoor jongens, of ben je nu gestopt? Nee, 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 ik ben nog bezig. Ze vinden het waarschijnlijk heel jammer dat jij er weer bent. Nee, dat is grappig. Nee, ik was gewoon aardig. Zeg in je vliegtuigvideo dat ze moeten subscriben op mijn account. Nou. Ik ga niet. Wel? Ik ben dat nog een. Ik heb 0 subscribers. Sub. Snap ik. Maar bij mijn subscribers zit het de hele tijd op 59 en 60. Bro, ik heb 200 nog wat video's gepost en pas sinds dat ik die vliegtuigvideo's ben gaan posten, kreeg ik views.
Ik snap echt niet hoe dat kan. Het lukt de hele tijd niet, maar oké. Oh, yo. Oh, je hebt hem af. Ja. Holy shit, what the fuck. Het is... Pas op! Oh, dat ging niet bijna. Wat doe je? Die boom stond dan tenminste in de ding. De foundation. Ik ben bezig met die foundation weer maken. Ik moet mijn eerste keer leren om even niet dood te gaan. Bro, dat moet ik nog leren. Oh, zo. Ja, succes. Ik spreek je 3 jaar later wel, wanneer het je nog geen 1 keer is gelukt. Nee, het lukt je vast wel. Hier is echt een beetje kak, hoor. Deze plek? Nee, ik bedoel, het is een beetje zo van... Je snapt wel wat ik bedoel, toch? Het is bij mij, als je bij mij zit hier, dan is het een beetje een soort van eng. Weet ik, dat vond ik ook, maar ik vind het hier fijn, dus ik blijf hier lekker. Ja, maar waarom is dat? Omdat het zo open is en omdat het een perfecte plek lijkt voor mutanten en zo, maar ik denk niet per se dat het zo is. Ik hoop het niet. Ik kaak die muur weg. Wat? Je weet toch die muur die ik geplaatst had hier? Ja, die grote muur? Huh? Wat kost er dan 376 logs? Jouw muur? Mijn muur is af. Af? Ja, af. Af, af. Af, af. Af, af. Af, af, af. Zeg maar klaar, weet je wel. Oh, mijn muur staat er wel nog, maar die kost echt geen 365. Die kost mij 100. 100? Nee, die heeft nog maar de 2 logs nodig, of 3. De bombet. Ja, maar die kost ook niet 300 logs. Nou, 200 dus. Daarom zei ik steeds, ga maar bezig met je eigen beest. Ik red het wel. Mijn beest is nu klaar. En jij bent toch niet? Hier te zijn in mijn eentje. Omdat nu is er nog geen muur. En ik heb gehoord dat hier echt zieke mutanten lopen daar beneden. Ik denk dat het wel goed komt. Maar als jij het echt niet vertrouwt, ja, dat is jouw probleem. Vind dan een andere plek. Ergens iets aan de andere kant van mij bijvoorbeeld ofzo. Andere kant, hoe bedoel je? Meer richting het vliegtuig. Nee. Die zipline is al gemaakt. En het is... Wel een goede plek. Ja, want je hebt het even open. Weet je, ik ga gewoon even proberen mijn eigen beest af te maken. En als ik echt klaar ben met de storage of zo en de boomhuts, dan ga ik je helpen, oké? Okay? Als jij nu alvast kan beginnen, dan... Ja, ik ben al bezig met de muur afmaken. Ik wil echt dat de muur hier als eerste af is gemaakt. Fuck mijn gebouw. Bij jou kan ik slapen, maar de muur... Ja, bij mij kan je slapen, ja. Zolang je eigen ding nog niet af is.
Ik denk als ik al deze bomen weg ga, dat ik dan nog niet genoeg heb. Oké. Okay. Maar ze groeien opnieuw, hè? Weet je, ik denk dat ik gewoon naar jou toe kom om jou te helpen dan. Want ja, ik heb niet zo heel veel te doen. Ja, de opslag maken en zo. En eten krijgen, maar... Oh nee, ik regel wel zelf ondertussen, hoor. Yo, nee, met die zipline ga je echt uit. Ja, als ze niet spoiled zijn, vind ik het goed. Er zitten berries in mijn gebied, dus. Maar bro, wat heb jij voor een idee? Wat? Bro, jij hebt heel Texas genomen, bro. Ja. Ik zou allemaal gewoon veel land hebben, toch? Ja, maar dit gaat echt lang duren. Dat van mij duurde al best lang. Niet heel lang, maar alsnog. Oh nee, ik help wel met boom hakken. Dat is gewoon goed, want dan kunnen we in één keer heel veel platen. Ja, ik heb ook een sling gemaakt. Ik weet niet of we daar nu we nee, gewoon zo dicht bij de muur en dan met de muur mee halen. En als ze ver weg zijn, dan moet je doen wat je nu doet, ja. Oh, ik dacht even dat er een mutant was, omdat jij zo met je handje aan het swingen was. Oké. Okay. Nou, dat vast niet. Yo, die vast wil ik wel. Ik dacht dat hij wegrende en toen ineens was hij dood. Oké. Okay. Ik ga verder met bomen hakken. Dat is wel snel, hoor. Maar zie je, op deze manier kan ik gewoon eten krijgen en jou helpen. Ja. Oh, dat is wel een groot meertje. Daar kan je eten uit krijgen en volgens mij ook uit drinken, maar... Ja, bro, je hebt wel echt een heel mooi huis, maar ja, ik blijf zelf wonen. Maar... Hieruit kan je niet drinken, denk ik. Ik denk dat dit te groot is. Maar bro, waar heb jij de poort staan? Geen. Oh, kut. Ik zou er 2 maken, want het is een heel groot gebied. Gewoon hier ergens ver achter ook nog. Dan hoef je niet helemaal naar 1 punt. Ja, weet ik. Hier maak ik er nog eentje voor je, oké? Kan als je wil. Maar de poort kost extra. Oh mijn god, dat hier. Lizard, ik ga je pakken. Maar wacht, ik wil even testen of je hier uit... Ik denk het niet, want er zit... Oh ja, je kan eruit drinken. Is dat goed voor je? Hij dood nu? Nee. Wacht, ik heb ook een meertje in... Jawel, ik krijg... Twee in één schot! Wauw! Ik heb ook een meer in mijn base. Ja, ik heb een meer in mijn base. Dus ik heb even naar mijn base. Yo, ik ga even naar mijn base, want ik heb 3 lizards. Ik heb 2 in één schot net. Maar ik het zipline, dus ja, ik kan snel heen en weer. Ja, ik ga ook even, want ik heb ook nog vlees. Die kan ik ook even op. Ja, doe maar even op een andere plek, want dan weten we dat het van jou is. Nee, dat boeit even niet. Oké. Okay. Je kent blueberries, heb je honger? Nee, ik heb niet zoveel honger, maar gewoon. Ik heb sowieso wat. Hier, kijk. Dit. Kan je hier gaan drinken? Ja, dat kan. Let's go. Waarom staan hier 2 lijnen? Oh, dat is die andere. Ja, dit is de ene van mij. Wacht, werkt die? Ja. Als je hem mag testen. Wow, dan ga je ook hard. Maar ja, hij werkt. Oh, het is wel een soort ook die. Ja. Het is wel een soort van een beetje eng. Waar moet ik het hangen? Hier zijn de salamandertjes en de vleesjes.
Kijk even hier zo. Normaal had ik gewoon twee steeds, maar nu heb ik er eentje nog in het midden gedaan. Nu moet je echt crouchen om te krijgen. Oké. Oh ja, ik heb hier een trap. Het is natuurlijk onder de trap. Ik vind het echt een goed idee, vond ik het van mij. Vind. Eigenlijk ziet het er soort van uit als onze oude... Hé, ik ga deze boom waar we nu doorheen gaan zo meteen wel even weghalen, oké? Dat is niet zo fijn. Ik denk steeds dat ik er tegenaan ga en dan wegvlieg. Ja, dat vind ik ook een beetje eng. Yo, maar ik denk dat als je jouw muur klaar hebt, dat je het gewoon goed hebt, hoor. Alleen, wat ga je doen met al dit land? Bro, je hebt gewoon te veel. Shit. Wat? Ik kreeg net een melding dat mijn PlayStation Plus bijna op is. Oh, nu al? Voor hoe lang heb je gekocht? Een maand. Oh ja, dat is logisch. Ik dacht dat het dan al op was. Het is ook niet bijna. Ja, nee, ik dacht dat het dan al op zou zijn. Maar voor een maand is, voor een jaar is altijd de beste. Ja. Dat is wel echt kut. Maar je hebt toch genoeg geld om voor een jaar te kopen? Hoeveel kost dat? 60. 60? Ja. Weet je hoeveel dat is? 40 niet? 40 is ook echt veel. En jij wil dat uitgeven aan een bel uit de forest? En dat vind je veel? Dan zou ik dat niet uitgeven aan de Force. Aan de bel van de Force, hoor. Ja, maar wat ik kut vind. Bijvoorbeeld, wat als mijn PlayStation kapot gaat of jou is het kapot, dan heb ik dat voor niks gekocht. Weet ik, maar bro, een jaar, als je voor een maand koopt en een van onze PlayStations gaat kapot. Tenzij die echt helemaal niet meer gemaakt kan worden, heb je het nog gewoon goed. Want ja, als je een maand koopt, dan is het. Stel je voor het begin, de eerste 2 dagen gaat een van de PlayStation kapot. En dan duurt het een maand tot die weer gerepareerd is, omdat die maker gewoon heel sloom is ofzo. Dan heb je het ook voor niks gekocht. En dan heb je het helemaal voor niks gekocht. Anders kon je het tenminste nog gebruiken. Dat heb jij toch? Bro, je wou die Modern X kopen van de Force, dus. Ja, maar ik heb nog lang niet. ik dacht van wel. Ik zal even kijken hoeveel ik heb. Ik heb een hert gekild, dus ik heb 4 meat. Dus ik ga even snel weer naar mijn base, want ik moet er even opslaan. Ik denk dat ik wel misschien 10 euro heb. Kijk, ik heb dit. Ja, dat is sowieso 200 euro. Ja. Weet ik veel. Ja, ik krijg 200 euro voor de grap, maar het is echt niet serieus. Dat is niet 200 euro. Ik denk iets van rond de 20 euro. Ja, daar heb ik helemaal niet genoeg. Nou, je zit op de helft, maar ik snap niet, waarom zou je dat willen? Jij gaat het ook gebruiken om hout te hakken, maar ik natuurlijk ook, maar ja, alsnog. Voor jou, kijk, niet slecht bedoeld, maar jij bent iets jonger. Ik denk dat eigenlijk meer, überhaupt als je 15 of zo bent, dat de beste leeftijd is om een bel te kopen. Jij bent ook geen 15. Weet ik. Daarom is het eigenlijk al slecht van mij. Maar als jij dan ook niet. Mijn moeder was al van plan om een bel te kopen voor mijn 5e kind. Ja, oké, dan is het goed, maar verder. En welke survival kits heb je eigenlijk? Oh, ik heb gewoon een tas, ik heb een knife, ik heb een flint en steel, ik heb een...
Dat wil ik eigenlijk ook, maar ik denk niet dat dat kan. Van de tas kost 130 euro. Echt? Maar 130 euro? Mijn schooltas kost echt 100 euro. Schooltas? Nee, maar ik heb echt zo'n survivaltas waar je een bel aan kan hangen. Dat soort gezeik. Oh, dat is wel cool. Er komen hier geen kannibalen, hè? Tot nu toe. Ja, tot nu toe niet. Ik denk dat bij mijn base nu kannibalen ongeveer zijn. Ja, maar ik denk dat het komt ook omdat... Kijk, hier kom je niet op. Je moet helemaal naar achteren lopen om erop te komen. Ja, klopt, maar... En die kannibalen denken, ja, mazzel natuurlijk. Dan gaan die lopen. Waarom loopt de bomen daar buiten? Waarom niet hier binnen? Ja, ik weet niet. Het is gewoon... Ik vind het fijner om ook even buiten goed te gebruiken. Maar nu zitten ze echt heel ver, dus nu is het eigenlijk beter om binnen te gebruiken. Ja, dan valt een boom jouw kant op, dus die kan de lok stoppen. Maar kijk, ik heb 150 euro gekregen van oma toen ze doodging, maar... Toen ze doodging, 150 euro gekregen? Ik krijg 150 tot 20 euro per vakantie van haar. Maar oké, ik ben gewoon verwend, laten we het zo zeggen. Hoe verdien ik snel geld als een fucking jaar? Zoek het op. Nee, ik ga even nadenken. Pokémon kaarten verkopen. Ga Pokémon kaarten verkopen op Koningsdag. Ik heb een Mega Charizard gekocht voor echt 15 euro. Daar heb ik ook al aan gedacht. Wat? Ik heb 204 Max en een paar Charizards. Loop. Sorry, ik ben een hert aan het jagen. Ja, maar als ik die 204 Max koop... Of verkoop... 200? Ja. Wat? Dat zijn er heel veel, maar oké. Ga verder. Hoeveel zou ik dan krijgen? Gewoon 200 VMAX'en? Ik denk per kaart kan je wel 3 euro vragen of 2 euro hoor. Ja, en die Charizard GX, die kan ik ook wel echt wel. Ik weet niet zo heel veel over de Pokémon kaarten, maar ik denk... Het is een Charizard, dus... Als je het gaat verkopen aan kindjes van 8 of 10, dan, nou misschien niet van jouw school, maar gewoon van kindjes van 8 of 10 van die je niet goed kent. Bijvoorbeeld, als je het aan hun gaat verkopen, kan je er echt wel 5 euro voor krijgen of 10 euro. Bro, ik heb echt... Bro, ik heb 20 euro uitgegeven aan een modded Charizard kaart. Bro, die doet 500.000 damage en hij heeft 500.000 HP. Ja, ik heb dat die ik heb is ook fake. Maar kijk, niemand heeft ooit gezegd dat bij een Pokémon Battle dat je alleen maar echte kaarten mag gebruiken. Ja, misschien ooit iemand anders. Maar ik bedoel, als ik die ga gebruiken, ik hoef alleen die kaart in te zetten en ik heb gewonnen. Ja, ik had het vroeger deed ik een spelletje met een paar vrienden op school. En hij wil dat weer doen. Dan moest je zo de hoogste kaart pakken. Maar je moet opletten dat je niet... te hoog pakken, want als je verliest moet je hem geven. Dan pak ik gewoon die kaart. Dan zeg ik, ga heel hoog en dan pak ik die kaart. Van 11k en dan denk je van, oh fuck. Dat is eigenlijk wel een goede strategie, maar... Oké. Maar hoe duur kost dat ook? Ja, ik heb dat ooit gekregen, of... Hungry, find something to eat. Nou, ik heb 4 raw meat en 1 raw konijn. Wat zul ik ermee doen? Ophangen. Ophangen. Dit klinkt eigenlijk zo dom, hè? Ophangen. Dat wordt steaks, denk ik, wat je hakt. Nee, net niet, denk. Oh, wel. Oh, dat is gelijk. Wauw, je bent eindelijk slimmer geworden. Nee, dat wist je wel.
Ja, de helft. Maar daarachter staan geen bomen, dus dan moeten we wel met die kar gaan werken. Ja, weet ik. Maar met die kar is echt zo stom eigenlijk, hè. Wat is hier een gas afgegaan? Oh nee, hert. Oepsie. Ik heb nog een hert geschoten en die staat hier nog. Ik ga hem proberen te pakken. Kom hier. Ik weet niet hoe ik hier boven ga komen, maar ik heb een hert geschoten. Hij ligt nu helemaal beneden aan het steken van de berg. En ik ben naar beneden gegaan. Nee! Je kan maar 4 meat natuurlijk. Kan jij dit meat voor mij pakken, alsjeblieft? Als je even wacht. Ja, maar dan moet het boek gaan. Okay. Hoe de fuck kom ik naar beneden? Gewoon hier naar beneden lopen. Ja, zo. Dat is toch 4 meat? 1? Oh, jammer. Oké. Okay. Via hier kom je ergens boven, toch? Nee, dan moet je nog best wel een stukje naar voren lopen. Nou, ik zit denk ik al op de helft ongeveer, of misschien minder. Dus... Ja, hoe gaat jouw dag vandaag? Oh nee, ik ben er al. Goed. Ik ben er al. Ja, dat bedoel ik. Dat vind ik daarom ook dus echt die ziplines gaan maken. Want dit ga ik niet elke keer doen. Oh, ik vind dit... Nou, tenminste, inderdaad om vanaf jouw wees naar mijn wees te komen of andersom. We zaten niet bij het begin, dus... Ja, daarom. Maar kijk, als we het... het is wel te doen vanaf hier. Maar vanaf mijn wees is het al ver, ja. Dus... Nou, het is wel leuk. Nee. Als je dat leuk vindt, dat snap ik gewoon niet. Is dat... Oh, dat is nog een hert. Ja, die had ik gekozen met een slingshot één keer. Ah. Ja, je moet met een bow doen. Dat zijn gewoon 2 arrows, waar dan ook. En dan is die dood. Ja, oh, dit zou zo... Wat? Dit is gewoon onmogelijk. Ik ben aan het ziplinen met 1 hand, omdat ik mijn zaklamp vast heb. Maar als je kijkt naar boven, dan zie je dat je aan een takje glijdt. Dus ik hou mijn balans met 1 takje. Ja, echt hè. Waar moet ik het ophangen? Waar wil. Nee. Zolang het maar niet bij het gedeelte is van de... Zolang het maar niet is bij het gedeelte van de armen en benen. Ik heb zoveel vlees eigenlijk al. D20. Ja, 7 ben ik aan het doen. Ik ben wel blij dat er best wel wat bomen in mijn beest zitten. Want dan hoef ik niet naar buiten. Hachoo. Oké. Ik denk dat het er ook wel een stuk of 200 zijn, of niet? Nou. Wacht, logs voor de muur of... Ik denk 200 logs of zo. Zou kunnen. Maar wanneer heb jij geslapen? Ja, het is... elke keer blijkbaar tot je hebt gesaved. Ja, we zijn hier veilig hoor. Alle hekken zijn af. Oh, trouwens, behalve die daar. Ah. Fijn om te weten. Ja, ik was een keer gaan slapen. Er staat hier ook iemand. Er staat hier ook iemand. Ik ging al naar beneden via de cliff. Er staat een lamp op. Die lampen zijn boog. Ja, ja. Ik heb geen boog. Hoe maak je een boog? Wow, hij sprong door mij heen. Nee, nee, nee. Mattie. Wat is dat? Hey, dit kan nooit... Ja, ik
zie al nog iemand. Oké, we gaan pleiten. Ik weet dat lampmannen nooit in hun eentje zijn. Ja, ik zag maar één mevrouw nog erbij, dus ik dacht ja. Ja, en hier ook een. Ja, dat is een mevrouw. Oké, hang alles maar op. Ja, dat heb ik door. Even door de muur heen, daar waar het niet klaar is. Ja, dat gaat sneller. Oké, hier, dan hakken we ze helemaal naar de tien. Ik dacht dat het wat liep. Ik heb één armpje van jou gepakt, dus dan. Ja, dat kan ook. Maar ook het bom. Die. Wat nog meer? Oh, circuit board. Die. Het bom. Heb je die lichaampjes even hier opgelegd? Ja, lekker. Ah, lekker eten, hè? Nee. Mika. Als je mij één horloge geeft, dan maak ik voor jou een hoofdbom. Yo, botten. Oh, het zijn er echt maar drie of zo. Is dat een slim idee? Want dan moeten we volgende nacht weer zo lang wachten. Zal ik eens kijken hoe lang we in de nacht zijn? We zijn nu op de helft. Wil je tot de volgende keer weer moeten wachten tot de helft van de nacht? Of, Ja, ik vind het prima. Oké. Okay. Kom je? Huh? What the fuck? Wat? What the actual motherfuck? What the fuck? Het is. Wat? Ik krijg rare trillingen in mijn oor. Zo, what the fuck is dit? What the fuck? Hallo? Hallo, ik hoor je. Wat is dat, man? What the fuck? Ik krijg opeens een. Ik hoorde zo'n rukkertje zo. Precies dat geluid. Oké. Wacht, wat is het? Hallo. Ik moest even testen of ik nu doof was bij dat oor, maar blijkbaar niet. Oh, heel goed. Nog eens? Ja, laat maar. Hallo. Ik krijg dat tientjes en de pleuren. Je moeder geeft een slipper. Wat? Ik heb het weer. Hallo. Ja.
Hallo, 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 hallo. Oké. Heel even. Oké. Ik sta even in het huisje. Ik sta even in het geheel, want ik ga even naar mijn vader bellen, oké? Ja. Ik weet niet wat het was. Wat? Heb ik nou... Oh mijn god, ik heb hem al bijna vol. Hallo, 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 hallo. Wat? What the collector. Burger. 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 Cringe. 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 Dit is echt cringe. Als ik dat goed gehoord? Nee? Dus je hebt het niet goed gehoord? Wat? Daarom moet je wachten. Tijd is niks. Oké, sure. Ik ga weer even verder met mijn eigen wees. Alsjeblieft, Mathea. Maar dan zeg ik eigenlijk Mathea. Dus gewoon, ik had het ineens in mijn hoofd. Van, nee, Matteo. Ja, sorry, er is een kindje op mijn school. Die loopt mee voor elke vrijdag. Maar, die heet Mathea. Maar, ik denk de hele tijd aan. Bravo, Mathea. Stoppen. What the fuck? Wat deed jij? Bravo Matteo! Wat deed hij? Probeert hij te steunen. Hij kan me bellen, dus hij wil me niet bellen of zo. Het heeft gewoon geen nut.
Bedoelt hij vliegtuig of regen? Ik snap hem eigenlijk echt niet. Ga hem even bellen. Oh, hij heeft me geappt. Ik heb mijn telefoon op stil, dus. Hallo? Sorry, ik. Wat? Als ik jou bel, dan staat er niet beschikbaar. Ja, ik heb niet storen aan, maar wat was dat? Was het? Wat was dat? Hoorde je dat? Dat was echt. In de game. Ja, dat kan een schreeuw van 5 zijn. Ja, ik hoor er wel in. Hoe ziet ze eruit, denk je? Racistisch. De kans is best wel. Nee. Het is eigenlijk heel klein, want wij zijn allebei wit. Ze zijn racistisch, omdat wij zijn anders en ze vallen ons aan. Ja, daar heb je 3 punten, maar 1 daarvan telt niet. Ja, weet ik veel. Ik wou gewoon wat random zeggen. Je kent mij eigenlijk niet, maar je kent me deels, driekwart. Die niet slopen trouwens. Ik heb jou gisteren leren kennen en toen hadden we het gelijk al over hoe we onze juffrouw gaan doden. Hak mee. Als je wil. Boom. Wat is magnesium? Wat? Wat is magnesium? Dat is een type van kaas. Dat is geen type van kaas. Oh. Heb jij je geluid aanstaan op de voorste? Ik ook niet. Nee, dat is dan ik wil. Ah! Ja, ik niet. Anders ga ik gewoon gelijk bang zijn en dan ga ik liever. Bom! Bom met 2 O's. Wat? Jouw gezicht? Jouw gezicht? Of tenminste, nee, dat is geen snoepje. Bijvoorbeeld video bellen. Ja. Dat is toxic waste. Nee. Bro, dat lijkt gewoon op een lolly. Bro, heb je geen shirt aan? What the fuck? Het is nog niet heel zuur. Bro, je bent echt raar, hè? Bro, gamed zonder shirt. Ik wist nog die andere, had ik 6 van deze achter elkaar gegeten. En er stond, warning, don't eat more than 2 of those in 1 hour. 2 of those? Ja, deze dingen. Ja, these bedoel je dan, denk ik. Boom! Je valt op je eigen bakjes. Ik wou er eigenlijk onder gaan staan, maar. Hé, hey, serieus, toen jij de vorige keer weg was gaan, echt 5 minuten nadat jij weg was, ging ik zelf dood door een boom. Ik vind mezelf echt heel speciaal. Wel, was je toen weer helemaal bij het vliegtuig? Ja. Heb jij een touw? Hou je! Ik ga ook geen touw maken, want dan heb ik nul plan.
Oh, ik heb dan min 2 klaf. Toxic waste hoort toch zuur te zijn, dacht ik. Dat is geen toxic waste, bro. Toxic waste is zuurder. Nee, het was toxic waste. Stond op de verpakking. Oké, nu beginnen er gewoon monsters te komen, bro. Dit is straight up hard survival. Nu was er echt zo'n geluid. Wacht, wat is dat? Ja, ik hoorde nog een wijf schreeuwen. Hé, ik ga heel snel even klof maken, een touw maken, want ik wil nu weten wat er liep. Nee, het was echt. Oh! Ja, dat zijn gewoon schreeuwende mannetjes die zin hebben in koffie. Ja, maar dat hebben we niet. Ja. Ik ga vanaf hier hunten naar konijnen. Maar in onze base. Anders had ik er nu al eentje dood gehad. Sorry, ik verstond je niet. Niks. Niks, niks, niks. Oké, okay, je bent gewoon straight up normaal. Ah! Wat loopt daar? Een wijf? Nee. Ik ben het. Zie me niet. Hoe kom je daar überhaupt op? Weet ik veel. Probeer het zelf. Wil je eens weten? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik wacht, laat open. Tenzij er een beest komt of zo. Waar zie jij iemand komen? Waarom doe je dan die poort dicht? Waarom heb jij een lelijke bril? Oh nee, maar je hebt een mooie bril, want je hebt een bril. Gaat het goed, mevrouw? Deze gast heeft me net buiten gesloten, dus. Niet doen. Het is mijn base. Nee, al mijn leaves zijn nu weg. Het is mijn base. Echt. Bro, niet die bones dan weghalen. Nee. Nou, toen jij weg was waarschijnlijk, maar niet toen jij er was.